AZ heeft zich onder de eerste druk uitgevoetbald. Nu het vervolg. Dat moet er dan komen via Dani de Wit. Sugawara lijkt buitenspel te staan. Krijgt voorlopig het voordeel van de twijfel. Sugawara. En dan valt hij voor Pavlidis. En die ramt hem binnen. En de vlag blijft omlaag. En zo is het 1-0 voor AZ. Duidelijk dat het geen buitenspel was. Sugawara door. Pavlidis en die ramt hem binnen voor zijn zevende van het seizoen. Anthony met de voorzet nu richting Haller. Die oogt wel dreigend. Sterker nog, die zit er denk ik al in. En zit hij er nu dan in? Hij zit er niet in. Jensen heeft hem voor de lijn te pakken. Schuurs naar Tadic. Oh, dan zit Beukema mis. Tadic en dan loopt Haller die bal binnen en is het 1-1. Inschattingsfout van invaller Beukema. Tadic ziet dat die Ivoriaanse spits er nog beter voor staat. Zo is het in balans. Sugawara, Aboklal komt naar binnen. Bal aan iedereen voorbij, met uitzondering van Karlsson. Het is goed gespeeld door Karlsson. Wijndal komt hier ineens de mogelijkheid voor AZ. En de goal ook van Aboklal. In een fase waarin je misschien wel verwacht dat Ajax hier ook over de tegenstander heen gaat. Slaat de ploeg van Pascal Jansen toe via invaller Aboklal. Blind. Lange bal richting Haller, Danilo. Oh, dan moet de doelman lossen. Kan Schuurs er nog 2-2 van maken. En kijken ze bij AZ nu allemaal naar Nijhuis. Maar Nijhuis laat dit gaan. Het is buitenspel van Haller. Dus gaat hij 2-2 hoe dan ook niet door. AZ verslaat Ajax in de Johan Cruijff Arena met 2-1.